begon eigenlijk met een telefoontje van een goede vriend van me die destijds bij GRTST werkte, waar ik creative producer was. Hij zei, jongen, kom nou even langs in Salaudas lachen. Ik zei, ben ik echt te oud voor, ik ben al 25. Maar toen zei hij, nee, maar ze draaien ook Boney M en de Village People in de kleine zaal. En dat was de trigger waardoor ik met collega-regisseur Gert-Jan Boy die kant op ging. En na een week tussen die proppers en zien wat voor charme die jongens in de strijd gooiden om meisjes naar die disco te lokken, ontstond op de terugweg naar Nederland in de auto eigenlijk al wel het idee. En dat heeft Wio Koek toen heel vakkundig tot een scenario uitgewerkt. Er zijn proppers in Salau is nog geen verhaal. Maar Wio's kracht lag hem ook heel erg in even het tot de essentie terugbrengen. En toen zei Wio, we vertellen gewoon Assepoester. Georgina is de lelijke stiefzus en Daan is de prins. En op het moment dat je weet welk oerverhaal, welk kernverhaal je te pakken hebt, toen ging het eigenlijk snel. En toen had hij enorm goed zijn oor te luisteren geleid. Ik heb toen die proppers uit Salau nog eens een avond te eten gevraagd. Die kwamen met al hun stoere verhalen en daar heeft Wio dankbaar uit kunnen putten. Het fijne van zo'n debuut als Costa was natuurlijk toch het adagium write about what you know. En deze periode van mijn leven en die sfeer van die proppers, die konden we goed leren kennen. Dus het jonge publiek stond vast. Wat niet van tevoren vast stond, is dat we voor zo'n jonge casting zouden gaan. Kijk, achteraf kon je zeggen van, er was geen filmster in Nederland die jongeren kende. Dus kwamen we bij soapsterren uit. Het gekke is dat geen vooropgezet plan was. Ja, liefde op een exotische plek. Ik vind het heel leuk om die liefdesverhalen te vertellen, omdat het misschien wel het grootste avontuur is wat we in Nederland nog hebben. He, op het moment dat jij de HAVO inrolt op je 12e, zijn er niet meer zo heel veel grote onverwachte gebeurtenissen in je leven. Behalve wie je levenspartner wordt of wat je op het terrein van de liefde gaat beleven. En dat terrein van de liefde is heel cultuurspecifiek. Hoe wij versieren is weer anders dan hoe de Britten of de Spanjaarden, laat staan de Amerikanen, dat doen. Dus daar kan je grappen in je eigen taal over maken. Het is een zedenschets, dus daar kan je dingen over in je eigen taal vertellen. Ja, toen kwam de film uit en toen kregen we op donderdag een paar hele lelijke recensies om onze oren. Maar wat veel onverwachter was, is dat zaterdagmiddag Sanfu belde dat we vrijdagavond ontzettend veel kaartjes verkocht hadden. En dat we maandag op het AD voorpagina nieuws waren. Costa scoort ondanks de slechte kritiek. En nou weet ik niet zozeer of dat Costa dan een tijdperk markeert, of dat het ook het wakker worden was dat er een generatie is die hun oren niet laat hangen naar wat de Volkskrant schrijft en zelf wel in staat is om te kiezen wat hen een leuke film lijkt of niet.